Ik kreeg 50 opdrachten van ChatGPT die ik binnen 12 uur moest voltooien. Soms werd ik gegund, maar soms moest ik ook dingen doen die ik minder leuk vond. Ah, mijn handen doen pijn. Pas al 2 minuten je bakken, dat is het. En als ik zou passen, dan... Ah! Ja. Het is op de kop 10 uur en dat wil zeggen dat de 12 uur vanaf nu beginnen. Ik ben niet alleen, Bas komt erbij. Dat is mijn Nederlandse vriend die mij vandaag gaat vergezellen. Zeker. Geef mij 50 opdrachten voor een YouTube-video. Creëer in minder dan 5 minuten een leuke outfit uit een kringloopwinkel. Ik bedoel dan minder dan 5 minuten vanaf nu. Nee, ik denk binnen in de kringloopwinkel. Go. Het gaat nu in. Oké, let's go. Hallo. Maakt het eigenlijk niet uit of het mannelijk of vrouwelijk is ook niet, hè? Ja. Oké, let's go. Hey Pete. Ik heb er eentje. Back to the memories. 3, 2, 1. Ik wil echt eens weten wie dat het nostalgie heeft. Ik kan gewoon naar een evenement gaan, zo vind ik. Volgende. Laat vrienden een grappige foto van jezelf zien en vragen om een onderschrift. Van de straat halen. From the street. From the street, dat is nog goed. Ik vind die wel nice. Ik vind het wel. Dankjewel. Jullie hebben bij deze geholpen. Dank u. Voltooi een doolhof in minder dan 5 minuten. Fuck dat, wij googlen een afbeelding. Google afbeelding. Voltooi een doolhof. Hé, dat is geniaal. Fuck. Ik krijg zweet. Bam, klaar. Dit is hem. Laat iemand anders je verrassen met wat je eet als avondmaal. Jullie moeten gewoon beslissen wat wij gaan eten vanavond. Let's it. Ja, sushi dan. Oh. Oh, ik haat vis. Yes. Fuck. Vraag een willekeurige voorbijganger om grappige mop te vertellen en lach zo hard als je kunt. Zie je zitten om een grap te vertellen? Wie? Oké, dat is... Ja, klopt je. Jij ziet er wel uit dat hij... Geneverke wilt. Ah, wel, maar dan moet... Ik moet dat verkopen. Ja, een grappig mopje en wij moeten gewoon lachen. En dan koop ik die in Genever wel. Wat zet de ene zandkorrel tegen de andere? Dat zijn veel wolken. Als ze hem zitten onder de steen, hè? Hopla. Voltooi een uitdagend hoogteparcours. Oké, dan moeten we even eens gaan zoeken. Ik heb superveel hoogtevrees. Ja? Ja. Ik niet. Ik heb echt superveel hoogtevrees. Maar liever hoogtevrees dan een kogel in mijn gat. Productie geeft u 4 uur de tijd om het in te vullen. Oké, prima. 4 uur. Ja. Dat wil zeggen tegen... 3 uur moeten wij een hoofdparcours hebben gedaan. Shoot. Is 10 vreemde oprechte complimenten in 5 minuten. Go, 5 minuten lopen. Hey, vette schoenen man. Nice. Meneer, je ziet er heel goed uit voor je leeftijd. Echt super. En mooie pet. Maar ja, die was echt niet blij. Ja, mooie pet. Ja, maar nee, toch? Echt geen mooie pet. Boys, jullie zien er gespierd uit. Yep. Jullie gymmen goed, denk ik. You are a bodybuilder. Nice muscles. Oké, we hebben nog een 1 minuut 50. Echt het gevoel dat we het niet gaan halen. Meneer, ik vind dat een hele schattige hond. Hele schattige hond. Schattige hond. Nog eentje. 20 seconden. 20 seconden. Ja, toffe schoenen. 10, toch? Ja, 10. Ga naar een openbaar plein en doe 1 minuut lange vreugdedans. Die geef ik aan u. Number one victory royale. Yeah, Fortnite, we belt to get done. Dit is echt fucked up. Dat was hem. Vraag je vrienden uit om samen een escape room op te lossen. Het is een geweldige teambuilding ervaring. Hey, goedemiddag, u spreekt met Amir. En een van die opdrachten blijkt escape room te zijn. Ah oh ja, en jullie gaan ook in de escape room graag willen filmen. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, leuk. Wij doen dat wel liever met eerst een beetje bedenktijd. En niet zo plots op voorhand om het direct op 1 dag te doen. Ik vind het jammer dat u teleur moet stellen. Maar dat zijn wel de regels waar wij altijd rekening mee houden als wij met influencers of andere mensen willen samenwerken. Oké, dus we moeten gewoon incasseren. Ja. 3, 2, 1, run. 3, 2, 1. Maak een hoed van aluminiumfolie en draag deze in het openbaar. Ik vind mijn hoed cooler. Ja. Hou een hula loop gaande terwijl je andere taken voltooit. Prima. Wel top? Yo. Dit was eigenlijk super mega flauw. Ja. Leer een nieuwe vaardigheid via een online tutorial. We kunnen misschien de cameraman leren hoe die moet filmen. Sorry, love. 3, 2, 1. Ik ben nou natuurlijk professional, ik heb nu de tutorial gedaan. Oké, ik volg jou. 1, 2, 3, 4. Ja? 2, 3, 3, 3. Voilà, je hebt hem. Ja. Echt? Ja. Hey bro, ik ben best een van mijn talenten, hè. Jumpen. Ik deed vorig jaar mee aan het wereldkampioenschap. Mummify Me gebruikt toiletpapier om iemand te mummificeren zonder de rol te breken. Hoedje van de koning. Ja, meneer. Spannend. Opnieuw. Je moet rustig doen. Ja, hier word je misselijk van, ja. Productie, het is op van nu.
Tadaa. We moesten hoogteparcours doen voor 3 uur. Ja. We komen aan om 3:10. Dus dat wil zeggen dat we moeten lopen, sweet. En ons moeten haasten. Ja. Want anders... Opschieten. Is hij gefaald. Namelijk, Kees lukt al niet, mannen. Kom. Waarom heb je zo hangen? Dat hoeft dat niet, pissen. Jawel, dat mag niet op de grond. Dat mag niet op de grond, zei die vrouw. Als dat bovenaan gebeurt, dan zijn we dood. Dit ga je echt niet kunnen. En terug? Ja. Jongen. Dan gaan we gewoon die andere doen, ja? Dan gaan we mijn andere doet pijn. Pas al 2 minuten je bakken, dat is het. Au, oh, mijn scheenbeen. Ah. Ja, maar dat wil zeggen dat ik een kogel moet vangen en jij niet. 3, 2, 1. Ah! Au! Doe alsof je een belangrijk verloren voorwerp hebt en vraag voorbijgangers om je te helpen te vinden. Wil kasseren. Ik vind jezelf nog tijd. Ja, weet ik. Creëer een apparaat om te voorkomen dat een ei breekt als het valt. Dit wordt mijn apparaat. Oké. Dus we gaan het zo nog wat dicht maken. Zo. Ik weet niet. Ik denk dat het kapot gaat gaan. We gaan zien. Hij is nog heel. Is het gelukt? Let's go. Let's go. Leer in minder dan 2 minuten hallo zeggen in 10 verschillende talen. Jij voelt aan, oké? Okay? Hello, bonjour, hallo, goedendag, salon, ni hao, hey in Denemarks. Servus, dat is Oostenrijks. Oké. Okay. Hola. Hola. Spaans. En dan? Hola is Portugees. Portugees, 10 broskies. Let's go. Verzamel materialen zoals drijfhout en touw en probeer binnen het uur een vlot te bouwen dat op het water kan drijven. Nee, dit is fucked up, man. Ik pas niet graag, maar ik denk pas graag. Maak geblinddoekt een boterham. Let's go. Ik zag 2 beren broodjes smeren. Oh, het was een wonder. Het was een wonder boven wonder. Maak dat die beren smeren konden. Maak een frisse duik in het water. So bam! Watch it, man! Doe de beruchte scène uit de Titanic. Nice, oké. Dit is gewoon simpel. Nou, weet je. Hier ben ik born ready voor. Ik voel me de king of the sea. Oké, ik zou het doen. Oh, doe normaal. Oké, ready? Ik denk dat het nu vooral tijd is voor sushi te eten, want we moeten nog altijd eten. Ja. Laat iemand anders je verrassen met wat je eet als avondmaal. Ja, sushi dan. Oh. Oh, ik haat vis. Sushi? Weet jullie misschien sushi daar zijn hier in de buurt? Nee, ook goed. We zijn ook niet van hier eigenlijk. Ah, oké. Oh, mooi. Ik heb slecht nieuws. Wij vinden geen sushi bar in Oostende. Niemand weet er ook één zijn. Het gaat ook enorm hard gieten. Dus we gaan gewoon iets anders eten en we vangen de bullets wel, toch? Precies. Ga naar een karaoke bar en zing je favoriete nummers met vrienden. Ik weet wel een plekje in Gent. Ja? Ze moeten wel terug naar Gent. Oké, hoe lang is het? 3 kwartier, maar we hebben nog 1 uur en 1 kwartier, dus dan zou dat de laatste zijn. Maar als we ons nu haasten, dan halen we die op zijn minst. Dat kunnen we niet nog halen. Haast je broer. Ja, loop. My first love broke my heart for the first time and I was like baby, oh like baby, oh. Mijn arm. Oh.